Hij is de officieuze ambassadeur bij uitstek van de Veluwe. Vanaf kinds af aan is Louis Vraaien betoverd door het natuurgebied. Als je door het bos zwerft, of over de hei, of door het Zuidzand, heb je toch een klein beetje, ik mag het haast niet zeggen, maar dat wildernisgevoel. Je vindt hier heidevelden, stuifzanden, bossen, het wild, zeg maar. Hè? Dus de edelherten, de reeën, de vossen, de zwijnen, noem maar op. En dat trekt natuurliefhebbers. Ja, we lopen eigenlijk elke week wel prachtige routes in de Veluwe. Ook een beetje weer terug naar die oernatuur. Hè? Dat is het nu niet meer, maar het geeft je wel heel erg het gevoel. En daar gaat het toch om. Als de Veluwe uitgeroepen wordt tot mooiste natuurgebied van Nederland, dan trekt dat wellicht meer toeristen. Dat is niet erg, vindt Louis Vraaien. Als de Veluwe maar de Veluwe blijft. Absoluut geen pretpark, niks ervan, ook geen reservaat. Absoluut niet. Het moet een open gebied blijven. Dat is belangrijk. Hier op aarde, dan is de Veluwe voor mij een klein beetje een paradijs.